dat is wel een man met gevoel voor humor ook. En dat vind ik wel tof. Dus we zullen zien. Ja, ik weet niet, het is natuurlijk kort dag. Hoeveel wedstrijden hebt hij nog om het recht te trekken? Dus oké. Maar ik vind het wel een... Maar ja, kijk, uiteindelijk moet het op het veld gebeuren. En om nou alles om nou alles de schuld te geven aan die trainer, dat is ook een beetje lullig, weet je wel. Maar ik ben wel... Hij heeft een Sparta verleden, toch? Ja, was een hele mooie periode, toch? Ja, absoluut. Met de Nooijer toen, hè. Met die de Nooijers. Ja. Nee, dat prima. Daar heb ik goede herinneringen aan. Dus we hopen op het ten kate effect. Ja, wat dat dan ook zijn mogen. Maar ik bedoel, maar ze hebben het zelf verknald, joh. Ik bedoel. Grote voorsprong. Ja. Maar ja, dat is ook weer des Sparta's, weet je wel. Je kunt erop wachten. Echt. Iedere keer dan hoge verwachting, pats, dan gaat het weer mis. Maar oké. Dat zal mijn liefde voor Sparta niet verminderen. Is Ten Kate dan wel het type dat in deze situatie van de club juist op het juiste moment komt? Nou, dat mogen we hopen. Maar ik bedoel, kijk, het zijn een beetje irreële verwachtingen, weet je wel. Maar je weet het nooit. Je weet het nooit. Je weet het nooit. En ik bedoel, we blijven onvoorwaardelijk geloven in de toekomst wat dat betreft. Weet je wel. En ook, kijk, als zouden ze in de vierde klas spelen, dan ga ik er nog naartoe. Dus wat mij dat maakt niet uit. Maar ik bedoel, het zou leuk zijn als ze weer in de Eredivisie. Van daar horen ze toch thuis. Weet je wel. Een oude dame van 125 jaar, die moet op stand leven. Ja, de oude dame, dat is van Hugo, hè. Die noemt het een oude dame. Oké. Okay. Maar goed, kijk, het is natuurlijk de oudste betaalde club. Met een roemrug verleden. Maar ik bedoel, de toekomst moet ook weer een beetje... Als ze dan in de Eredivisie komen, dan zou je ook afvragen, als je daar om de 15e plaats of zoiets moet spelen, dat interesseert natuurlijk ook niemand. Dus ja, dan moet je ook hogerop. Ik denk niet, kijk, ik heb ze ooit een keer kampioen zien worden. Ik denk niet dat ik het ooit nog mee zal maken. Misschien in de eerste divisie? Nou die kans was nu. Maar ja, dat hebben ze zelf weer weggegeven. Want dat hebben ze toch wel verspeld tegen Emmen, denk ik. Maar goed, we blijven onvoorwaardelijk geloven.